man. Can't touch this. Don't believe me, just watch. Goedenavond en welkom bij deel van de Top 1000 update, waarbij we dieper ingaan op de lijst. Op zoek naar de feitjes achter al die 1000 artiesten en liedjes. Vandaag gaan we het hebben over de hofleveranciers. Welke artiesten en bands dragen de lijst? Wie komt het vaakste voor in de Top 1000? Adele 9 keer, de Rolling Stones 12 keer, U2 14 keer. Het zijn zomaar een paar namen die het niet hebben gered tot de top 3 meest genoteerde. Daar beginnen we namelijk met Queen. 15 keer maar liefst in de lijst. Ik denk dat je wel kunt raden welke bovenaan staat. Maar onderaan staat We Are The Champions en die heb je al gehoord, want die stond op nummer 888. Dan naar de nummer 2 in de top 3 meest genoteerde artiesten. En daar staat een band die toch een stukje minder lang meegaat in de muziek dan bijvoorbeeld U2 of The Rolling Stones, namelijk Coldplay. Maar de liedjes zijn ongelooflijk populair en dat bewijzen ze volgend jaar in 2016 met 2 uitverkochte Amsterdam Arena's. Over 16 gesproken, zo vaak staan ze ook in de lijst, met als hoogste The Scientist. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame. Je voelt hem denk ik al een beetje aankomen, de meest genoteerde band in de top 1000. Inderdaad, het is The Fabulous Four. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison. En ja, kritische kijker, dat heb ik niet eens opgezocht op Wikipedia, ik wist het echt. The Beatles staat ook 16 keer in de lijst, net zo vaak als Coldplay. Maar John Lennon weet nog 2 keer solo te staan en Paul McCartney 1 keer. Dus in totaal 19 keer voor The Beatles. You know I love you. Love me do, oh, love me do, love, love me do, you know I love you. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dan weer nieuwe feitjes, dan over de nieuwe binnenkomers. Liedjes die in 2015 gemaakt zijn en nu al in de top 1000 terecht zijn gekomen. Tot morgen. Heb ik nu nog meer zin dan voorgaande jaren. Heeft er ook mee te maken dat ik nou voor mijn werk alle dagen vrij kan krijgen. Ja, dat maakt nog wel wat uit. Ik was waarachtig gisteren de eerste keer weer een beetje nerveus. O jee, ik mag de top 1000 doen als ik het nou maar niet fysiek. Ja. Moet je vaak? Moeten? Mogen? Ja, nee, ik mag vaak inderdaad. Onder andere met jou. Leuk toch, hè? Joost, eventjes voor de kijkers. Ja, morgenavond tussen 6 en 9, dinsdag. Als je dan inderdaad weer echte muziekfreaks hebt, die zeggen ook van ja, hoezo een top 10? Ik heb wel een miljoen liedjes die ik leuk vind. Dan heb ik ook een beetje van ja, hangt van je stemming af. Pink Floyd zojuist gedraaid, vind ik mooi. Queen, Led Zeppelin. Wel een beetje geëikt, maar ik vind ze ook mooi. Ik heb er alleen niet op gestemd. Ik heb dan bijvoorbeeld wat ik erg mooi vind, Stromae. Formidable bijvoorbeeld, Papa Oete. Die vond ik wel erg mooi. Ik denk van nou, die kan wel een paar stemmen gebruiken. Wat verwacht je nog van de komende dagen? Meer muziek, meer prijzen, veel meer lol. En we hebben natuurlijk een fantastisch ijsfeest met de medewerkers. Daar heb ik ook alweer zin in.
ton papa.